De business controller is eigenlijk diegene binnen de financiële functie die de mensen binnen die financiële functie verbindt met de business. Dus het kruispunt tussen financiën en de business. Het is een functie die dus niet voor iedereen weggelegd is, maar daardoor ook een hele interessante functie voor financiële mensen die dicht tegen de business aan willen zitten. Natuurlijk zit een business controller in de discussie over strategie met zijn financiële pet op. Dus hij brengt de financiële kennis mee in deze discussie. Wat ook belangrijk is voor de controller is dat hij het strategisch proces managt. Dus zowel de financiële kant als het proces. En daarnaast de challenger op het gebied van de business. Dus dat zijn de kerntaken wat mij betreft die een controller speelt in het strategisch managementproces. Nou, ze hoeven geen medische kennis te hebben, maar ze moeten natuurlijk wel voldoende affiniteit met de business hebben. Dat is wel heel erg belangrijk, want anders kunnen ze nooit een goede gesprekspartner zijn. Natuurlijk hebben we mensen die gespecialiseerd, in ons geval, we hebben apothekers in dienst. Onze controllers hoeven geen kennis van de farmacie te hebben. Maar ze moeten wel begrijpen hoe de markt van de farmacie eruit ziet, wat de ontwikkelingen zijn, hoe het businessmodel van de farmacie eruit ziet en wat de veranderingen daarin zijn. Dat is wel heel erg belangrijk. Ik denk dat het tegenwoordig voor mensen die nu starten, dat het lastiger is om ervoor te zorgen dat ze de breedte in die financiële discipline ook krijgen. En het is belangrijk om dat vroeg in je carrière te doen. Ook als je werkt bij een grote multinational, zorg ervoor dat je uitstapjes kan maken in dat soort discipline, want het verrijkt ook jouw controllers kennis. De tips voor een business controller zijn eigenlijk drie. Eentje is, zorg dat je voldoende financiële kennis hebt, hè? Dus ook weet hoe een boekhouding werkt, dat is één. Tweede is, begrijp je businessmodel en ook de ontwikkelingen in dat businessmodel. En de derde, zeker niet het onbelangrijkste, is zorg voor de controls. Jij zit met de pet op van controls aan tafel en denk goed na over wat zijn de controls in deze business.